Verhoeven krijgt die bal niet echt weg. Voorzet van Flaccus Bozilje. Klaargelegd, daar is Seuntjes! Wat een fantastische goal! En wat is het hem gegund natuurlijk. Keerde tegen ADO. Al terug met een assist. En nu is zijn terugkeer. Een terugkeer in vele opzichten. Dodeman. Te kort. Veel te kort die bal voor Bos. Het foutje van Sedlacek. En daar is Hilterman. Hilterman met het stiftje. En de goal voor Willem II. Daar is hij toch weer. Jerdy Hilterman. Nummer 13 van het seizoen. Zou een soort van interland gaan spelen deze week. Of in ieder geval mee gaan trainen. Maar kwakkelt al zo lang met zijn gezondheid. Aangespeeld door Oosting. En heel, heel kundig afgemaakt. Parrot. Knap in balbezit gebleven. Krijgt hij hem ook lekker terug. Parrot, de hoek is lastig. Maar wat doet hij dat geweldig. Troy Parrot. Na een heerlijke bal van Goudmijn volgt een nog weergelozere afronding. Zo baldadig afgerond door Troy Parrot. Schmid, lekker aangenomen. Het loopt bij Roda, hoor. Het ziet er echt lekker uit. En wat is dit voor goal dan? 3-0. Hoog in het dak van het doel, richting de hoek. Ook aandacht voor het opendraaien van Schmid. Speelt een goede wedstrijd. Zijn tweede assist. Roda op volle toeren in de keukenkampioendivisie. De vrije trap van ver. En die zit er schitterend in. Uit het niets. De overtreding van Van den Berg, onnodig, kost hem geel. Naar waar NAC kansen heeft op de vierde. Schildert Kogelin er de 3-1 in. Schot van ver. Nou, die vliegt erin. De eerste actie die lukt van Kuipers vandaag. Maar ja, maar hoe? En hoe lukt die? Geen enkele druk op de bal, maar ja, meestal zeg je ook, laat maar schieten. Dus niet. Kuipers. Een keertje langs Hardenveld. En dan uithalen. Hij zit er nog aan, Olschlegel. Maar hij heeft hem niet. Staring. Wim 1-2'tje, Kemper is mee. Nu een goede voorzet op Ongba. Het kan ook zelf. Het kan ook zelf blijkbaar. Je zou zeggen van niet. Maar het doelpunt is prachtig van Boy Kemper. En NAC leidt. Ongba kiest positie. Staat behoorlijk vrij voor het doel. En Kemper denkt, nou weet je wat, ik doe het gewoon lekker zelf. Zo. Bukker. Heeft geen kans, doet in ieder geval niks. Ja, die stapt op de voorzet. En hij jaagt hem werkelijk in de kruising. Wat een doelpunt van Kemper. Olcik. Afleggen op Spierings van de tweede lijn. Spierings, wat een geweldige goal van Wesley Spierings. Roda op gelijke hoogte in Eindhoven. Hij kan het bijna niet geloven zelf. Eerst Schmid. Die hem breed legt op Olcik. Dat tikje is heel handig. En dan haalt Spierings verwoestend uit. Echt een geweldige goal van Roda. Een geweldige goal van Spierings. Hubwink. Verraad ook op het klasse. Dat paasje met de buitenkant. Hier is een wereldgoal. Wat een schitterend doelpunt. Jorrit Smeets, wat een streep in de kruising. Klein beetje Giovanni van Bronckhorst tegen Uruguay. Maar dan op een vrijdagavond op de Oude Meerdijk. Ik zou zeggen de korte hoek. Hij kiest Janosek voor. Hij kiest voor de verre. Ja, dat kan ook, ja!
de hoek van Bukker. Net als bij de 0-1 zou je eigenlijk zeggen. Is de hoek voor NAC. Zijn derde tegen Roda. En weer zet Bukker een stapje omdat hij ergens op gokt wat niet komt. Want Bukker gaat, maar de bal gaat in zijn hoek. Bezuijen in één keer. Ziet de keeper voor zijn goal. Bezuijen! Wat een goal! Schitterende goal. Bezuijen. Wat een gochme. Kijken, doen, uitvoeren. En alles uitstekend gedaan. En dus is het feest aan de Oude Meerdijk. Hij kijkt en hij schiet. En hij schiet perfect. Matthijs geklopt. Verrast door het voetbalgochme van Bezuijen. Schitterende goal. En wat een manier. Na zo'n week om de score te openen. En zo is voetbal dan ook wel weer. Jonge Ajax verrassend op voorsprong in Leeuwarden. Wat geklungel achterin. Van de Water naar zijn linker. Van de Water, die is nog mooier. Ook hij van behoorlijke afstand in het duel met Sjaïd. Gaat naar zijn linker en schiet hem fantastisch binnen achter Tom de Graaf. Helmond heeft veel kansen laten liggen. Het verloor de laatste vier onderlinge duels van MVV Slegers. Daar is hij weer. Costons, Livramento, Livramento. En dan pakt MVV in de slotminuten alsnog de overwinning in Helmond. Maar wat een fraai hakje van Costons. En Livramento is de Bokila van Maastricht. Als hij invalt, is het vaak raak. Dominique Janosek. Hij brengt voetbal op het middenveld bij NAC. Hier is hij opnieuw. Janosek en een geweldige uithaal. En het staat 2-0 voor de ploeg van Huballa. Veel enthousiasme in het Radverlegstadion. Dit is een schitterende goal. Herkansing voor Simons. Kapt hem terug. Kuktu. Kuktu zoeken naar de verre hoek. Wat een fraaie goal. Van Ozan Kuktu. Hij loert naar de verre hoek, Kuktu. En hij legt hem er perfect neer. Tom de Graaf heeft tot nu toe overal een antwoord op. Maar is nu simpelweg kansloos. Loepzuiver getrapt. Geweldige goal van Kuktu. Maals. Hilterman. Meerveld. Sigurd Gardisson. Altijd hoogspelend. Hilterman had al bedacht dat hij Ringo Meerveld zou aanspelen. Die zou kunnen schieten. Meerveld! Oh, ho, 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 ho. Wat een goal! Van Ringo Meerveld. 0-2. Beauty. Gaat meedingen, denk ik, naar doelpunt van de week. In de keukenkampioendivisie. Achter de bal gaat dan Surmeli zich melden. Surmeli met rechts krult hem schitterend binnen. Via de binnenkant van de paal. Onberispelijke vrije schop van de centrale middenvelder van ADO Den Haag. Die hier even laat zien waar hij bij een stilstaande situatie in ieder geval toe in staat is. Esaias. Van Michem. Van Michem. Oh, die mag er ook zijn. Dat is ook een hele mooie goal. Misschien niet zo mooi als die van Veerman. Maar deze moeten we ook maar tellen. Deze paas is schitterend van Esaias. Perfect in de loop bij Van Michem. Die loskomt van Kemper. En dan heeft gezien dat Kortsmit wat voor zijn doel staat. In één beweging door. Dat is slordig van Ubbink. Nog een keer een schot van Garbert en een fantastisch doelpunt. Daar is de treffer die NAC nodig heeft. Fout van Ubbink. En dat wordt heel snel afgestraft. Wat een beauty van Garbert. Maar dan de tweede helft.
Vrij bal, die valt voor de voeten van Dylan Timber. En dit is ook echt een hele goede goal. De oudere broer van Quinten en Jurrien. Met de gelijkmaker voor VVV. Niets aan te doen voor Orzinski. Voor Timber, eerste goal in het betaald voetbal. Duarte achter de bal voor deze vrije trap. Schiet hij hard in. En die valt bij de tweede paal binnen. En met heel veel spelers van Groningen in de 5 meter. Heb je toch het idee dat hij probeert een ploeggenoot te vinden? Maar Duarte is wel een man van mooie goals. Dus het zou zomaar eens kunnen dat dit een bewustie was van Duarte. Smans. Hij moet het vooral in zijn eentje doen, Levi Smans. En komt ook ver, Smans. Smans met het schot. En wat een doelpunt van Levi Smans, zeg. Zijn 8e van het seizoen. Het is de treffer van de hoop voor de thuisploeg. De ploeg die ook hopeloos vast zat. Dan is er altijd nog de klasse van Levi Smans die hier wegdraait bij 3 man. En dan genoeg ruimte heeft om die bal met rechts met een waanzinnig mooie curve achter doelman Hedji te leggen. Poging van afstand en daar is de Graaf te ver voor zijn goal en dan is het 0-3. El Kashati wordt besprongen door alles en iedereen van Telstar. En aan zijn gezichtsuitdrukking te zien, kon hij het zelf bijna ook niet geloven dat het zo goed gelukt was wat hij deed. Eerste bal veel te makkelijk afgepakt bij Verschuren, die mag zichzelf dat aanrekenen. En vervolgens doet El Kashati alles wat je moet doen. Kijken, zien dat die keeper te ver voor zijn goal staat, niet twijfelen en gewoon meteen rammen. Maar dit mag eigenlijk geen rammen genoemd worden, dit is met gevoel. NAC is hier dus vanavond niet op volle oorlogsterkte door het ontbreken van Van den Berg, Leemans en Hauge. Van Michem, Veerman met de kans. Veerman, schitterende goal! Fantastisch afgemaakt door Henk Veerman en daar is de gelijkmaker voor ADO Den Haag. Loopactie van Van Michem die natuurlijk goed bediend wordt. Veerman lijkt niet helemaal lekker uit te komen, maar heeft altijd de techniek om het dan op te lossen. Kortsmit, de keeper van NAC, kijkt uiteindelijk bewonderend toe, want hier moet hij passen. Dit is een fenomenale goal van Henk Veerman. Tsongi blijft op de been. Seydou. Kriwak niet. Hilton. Duwtje van Michem. Hij laat het lopen, de scheidsrechter. En dan doet Van Michem dit! En dan doet Van Michem dit! Schitterend! Geniaal dat hij het ziet. En het past helemaal precies. Kijk hem even kijken. En daar is Blokman verslagen. Wat een goal! Van Terrel van Michem. Dit is een unieke treffer.